Ik ben hier op een groot meer in Noord-Frankrijk. Bilal wordt volgende maand vader, dus op hem kan ik niet echt rekenen om sessies te maken. En daarom ga ik dit alleen doen. Tenminste alleen, het idee is om een videodagboek bij te houden voor de KBO community, zodat jullie exact kunnen volgen wat ik aan het doen ben. Het geeft mij tenminste ook een beetje het gevoel dat ik niet helemaal alleen ben. Dus eigenlijk wil ik een stekje zoeken in zo'n baaitje dat ik lekker tegen driet aan kan vissen. Ondertussen ben ik mijn telefoon kwijtgeraakt, die ga ik eerst eens even zoeken. Volgens mij is het in mijn zak gevallen. Hoe ziek mazzel was dit? Hij is nog heel, tenminste. Hij is niet verder kapot. Ik weet niet of jullie ze zien, maar dat zijn twee bakken van spiegels. Ik denk, ik ga denk ik even de boot in. Toch maar even kijken. Ik zie volop vis zwemmen. Snel even twee chotterikjes maken. Genieten in Frankrijk. Hier kom ik voor. Ik ben alleen mijn autosleutel kwijt. Dus die ga ik zo meteen, ik was hem aan het zoeken en toen liep die af. Anders hebben we echt een probleem.